Ik vloog bijna helemaal weer. Maar weet ik waar. Daily challenge tijd. Laten we eens kijken. Hoe, wat, waar. Ah. Oké, dit verraadt in ieder geval iets in de richting van een. Ila. Ila is Oost-Europa, denk ik. Als ik het goed heb. Is het. Als het geel is. Of geel. Rood is. Zou dit Letland kunnen zijn, misschien? Maar ik wil het eigenlijk wel een klein beetje. Ik zit ook mijn halve gedachte in de richting van die Slovenië-Servië slang te denken, zeg maar. Ik wil het eigenlijk bevestigd zien met. Is het? Met andere chisel. Met een potje. Of iets dergelijks. Durf ik met 100%? Ik zag hier net een weg. Ik ga er gewoon voor. Ik ga er gewoon voor dat. Dat is een. Is het een. Volgens mij een potje wat ik zag. Nou ga ik zitten twijfelen. Ik denk het wel. Daar staat niks op. Hè? Ja, ik ga voor de vergers ook niks meer vinden ergens. Dus. Maar ik weet dat bordjes in Letland, dat zijn die met, ja nou, dit soort bordjes. Die bij het begin, die waren nog duidelijker. Maar ik weet niet 100% zeker of Ila of dat Lets is. In mijn hoofd heb ik zitten dat Ila dat het zo vaak zo is. Het is dus Lets. Oh, goede keuze gemaakt dan. Oeh. Next one. Dit ziet eruit alsof dit. Zuid-Amerikaans gaat zijn of Midden-Amerikaans. Let op auto's die er rijden en zo. Het geel. Dat is wit volgens mij. Dat kan ook de. Ik wil een andere auto hebben. Ja, ik zou zeggen dat dit, ik zweef op dit moment tussen Colombia en, hoe heet het, Chili, dat is volgens mij ook beter, ja. Het is voorlopig dan geen meer Chili dan Colombia. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Als het niet die. Ik had trouwens op die auto's moeten letten. Hij wil niet laden, dat is fijn, echt heel fijn.
Dat is dan weer geel. Dat is ook geel. Zou dit een Peru zijn? Maar waarom hier? Dat zou de meest logische zijn, denk ik. Want als ik het qua omgeving op Colombia vind lijken. Het gebied dat aan Chili grenst is heel droog, dus dat zou niet logisch zijn. Met wit en gele nummerborden is Peru de enige andere die we hebben, natuurlijk. Is dat alweer wel? Is dat een. Op die andere polen stond niks, dus. En ik heb te veel witte nummerborden gezien om te zeggen dat dit. Freaking Peru. Als ik de hekjes zou zien, dan zou dit dan weer wel als Colombia kunnen zijn, eerlijk gezegd. Ja, het zou me echt compleet niks verbazen als dit Colombia is. Ook zou ik ook mijn ogen open voor andere opties hoor. Dus dat is te denken aan. Nou, wat was het van de week dat ik zei dat ik dacht dat het. Dat Colombia was en het was Thailand of was het andersom of zo? Nou, ik zit in ieder geval in de goede regio, denk ik. Al zou dit meer richting Ecuador verraden. Is het geel? Dat is van een flats iets. Niet echt bepalen aan de hand van een dier. Ik zeg is natuurlijk niet 100% iets, maar. Als je de naam ziet, zou ik eerder denken aan Ecuador in plaats van Colombia. Maar het probleem is dat ik dat nummerbord niet goed gezien heb. Het leek geel, dus dat is in het voordeel van. Alleen dat is wit. Het kan ook Mexico nog zijn. Oh dear. Ja. Ik hou hem. Wacht. Nou, ik had hem sowieso niet goed geplaatst dan. Oh dear. Ik weet dat dit dan Rusland gaat zijn, echt. Dit is Cyrillisch, maar het gaat Rusland zijn. Oh, vorige week ging alles zo goed. Nou gaat het zo.
Nee, het is niet gezond. Godzijdank. Nou zie ik dat ook wel. Nogmaals, als je Kyrgyzstan wilt herkennen, het ziet er Russisch uit, alleen ze hebben bergen. Dan heeft Rusland ook bergen, maar je eigenlijk. Sorry. Eigenlijk is moet het uitleggen precies. Als je ja, sowieso Rusland is normaal altijd vlakker, veel vlakker. En je kunt eigenlijk bij. Ik ben hier nog op zoek. Voor het geval dat mensen zich afvragen: van, waar ben je mee bezig? Ja, je kunt aan die bergen kun je zien wat het is. En dan de nummerborden. Die hebben dat kleine rode vakje voor de naam staan. Dus ja. Ja, maar dat is het ook. Jesus. Oef. Ik ben benieuwd, want dit lijkt er wel wat op. We weten dat soms de namen op de kaart van Geocacher niet echt fantastisch zijn. Dus het kan. En ik zie hier heel veel AK, dus dat is ook nog een plusje. We zullen zien. Nope. Ja, totaal niet. Had ook helemaal niks met het AK-mon. Mond, zo stond het op te maken. Oh mijn god, echt. Wat is dit vandaag allemaal, jongens? Ik heb echt het idee dat hij ja. Eerlijk is eerlijk, de eerste was niet heel vervelend, de vorige was niet heel vervelend. Maar in die van Peru was niks te vinden. In die van Mexico, ja, buiten één naam van een stad, was er eigenlijk niks te vinden. Hier is voorlopig niks te vinden. Ik zou ook hier geen gok durven doen, want het is Australië, Zuid-Afrika, Eswatini. Nou, nope, het is gewoon ergens weer in. Oh, natuurlijk is het in freaking Zuid-Amerika. Oh, mensenkinders. Dus dan zal dit wel Brazilië zijn. Of zo. Mensen, echt. Maar echt, ik. Oh, ik. En het is niks tegen Zuid-Amerika, maar het is echt mijn Achilleshiel. Ik ben gewoon. Op een of andere manier ben ik gewoon niet in staat om, als je op zo'n buitenweg zit, zeg maar, op zoiets, om goed te kunnen herkennen waar we zijn. En het is al flink wat verbeterd van wat het vroeger was, dat moeten we wel zeggen.
bedoel, van tevoren maakte ik toch geen gebruik van de nummerborden zo. Maar zelfs dan is het gewoon. Jezus. Ik heb echt gewoon geen flauw idee. Dat was trouwens een geel met een blauw nummerbord. Dus ik heb echt. Sure, dit was Guatemala. Nee, dit was dan ook Mexico, echt. Man! Oh. Ik bedoel, als je kijkt tot die andere twee, die liggen nog redelijk dicht bij elkaar, maar in. Echt. Man, man, man. Weet je, laten we het maar hierbij laten. Morgen is er een nieuwe kans en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.